De trainingsvisie met Bert. Na de winterstop. Vijf wedstrijden gespeeld. Drie verloren. Twee gewonnen. Twee werkelijk euforische commentaren. En ook fantastisch spel. Drie teleurstellende wedstrijden. Uh, daar ben je niet blij mee Bert. Volgens mij. Nee dat, dat klopt niet. Uiteindelijk gaat het er om, om het rendement. Hè? Welke punten haal je binnen de competitie. Uh, nou Dat is teleurstellend uh, op dit moment. Iedere wedstrijd had zijn verhaal. Maar... Uh... Waar we tegen Odin, uh, vind ik, onszelf uh, vooral heel veel pijn hebben gedaan. Vind ik dat we afgelopen zaterdag uh, een gedeelte uh, zelf verantwoordelijk waren voor dit resultaat. Maar ook de klasse van Volendam uh, kwam naar boven. Ja, toch heb ik het idee dat je het, het iets te veel over de klasse van de tegenstanders hebt. Terwijl ik zelf het idee heb, oh, uh, beuk, beuk er zelf eens in met, met heel veel vertrouwen. Want volgens mij zijn we gewoon beter dan elke tegenstander. Ja, dat, dat kan op papier zo zijn, maar dat moet je op dat moment ook laten zien natuurlijk. En, uh ik zaterdag speelde je in een iets wat andere samenstelling. Dan ga je op zoek naar, uh, naar vastigheden. Nou, daar ben je dan de hele week mee bezig. Uh, binnen de wedstrijd is dat uh, in sommige momenten gelukt, andere weer niet. Uh, maar je, kijk, je hebt altijd met twee ploegen te maken. En ik kijk naar mijn eigen ploeg. Uh, dat is natuurlijk wat je, datgene wat je kan beïnvloeden. Maar goed, je hebt ook met, met de tegenstander te maken. En afgelopen zaterdag is het gewoon zo dat wij goed starten aan de wedstrijd. Uh, echt wel de nodige spelde prikkels konden delen. Maar het initiatief te snel aan Jong Volendam uh, lieten. Nou, dat heeft wel een beetje te maken met je vernieuwde samenstelling. De, de, ja, de gewoontes waren er even niet. We waren zoekende. Nou, en dan kom je tegen een goed verbonden ploeg. Dus daarmee heb ik het ook over een tegenstander. Kom je net tekort. Kom je tegen een ploeg te spelen die niet zo goed speelt. Kun je zelf uh, uh, helpen of elkaar helpen binnen het veld. Nou, daar kwamen we nu zeker in de periode van 20, 25 minuten niet aan toe. Het positiespel was inderdaad uh, goed uh, gegroepeerd van, uh, van Volendam. Maar toch vond ik het nou niet in een enorm hoog tempo of zo. Dus uh, ik, ik vond het eigenlijk wel meevol uh, Jong Volendam. Ja, dat is vanuit jouw te natuurlijk wel zo. Maar als je in het veld staat, dan zie je ook uh, hoeveel energie erin, wij erin moesten steken. Om, uh, om goed te kantelen, op het juiste moment, op het juiste moment uh, binnen het veld op de juiste plek te staan. Dus het kost echt wel heel veel kracht omdat we gewoon niet goed stonden. En om uh, na een half uur uh, toch een wisseling gedaan op het middenveld. om daar meer grip te krijgen. En dat pakte gelukkig goed uit. Uh, we konden meer druk op hun verdediging en middenvelders zetten. zodat ze niet meer konden opbouwen en niet meer aan een positiespel uh, toekwamen. Welke wisseling was dat precies, Bert? ja we hebben Mike en Kai hoger opgezet en Las en uh, Koen erachter, zodat we daar met een blok kwamen te staan. En daardoor konden ze hun middenveld niet meer bereiken en moesten ze al vrij vlot via de backs doorkomen. En daar hadden ze veel meer last van. Maar ik heb toch wel enorm genoten van die laatste twintig minuten. Wat, dat, dat kunnen we dus dan ook wel. Ja, maar ja, daar moet eerst wat voor gebeuren. En uh, ik vind, uh, daar gaan we het vanavond ook over hebben. Ik vind dat daar de groep um, niet goed in gehandeld heeft. We zijn 2-0 komen. Uh, dan moet eigenlijk 3-0 maken met een opgelegde kans. Ja, en dan moet je vanaf de kant met wissels, uh, met bepaalde aanmoedigingen, toch de, de groep aan de hand nemen. En ik vind dat dat uit de groep zelf moet komen. Je moet dan wat gaan forceren: een opstootje, je moet drukte uh, gaan maken binnen het veld. Er moet een soort uh, vlammetje gaan ontstaan die binnen de ploeg, maar ook uh, op de tribune overslaat. En dan zie je in één keer wat er kan gebeuren. Ja, en dat was een, uh, waren de 20 minuten waarin wij, denk ik, in ieder geval gelijk moeten spelen. Er ja, zaten dus uh, over de hele wedstrijd bekeken aardig wat uh, doelpogingen bij. Ja, 21 doelpogingen opties te zijn. En uh, daar maak je er maar één van, en dat is veel te weinig. Dat is inderdaad veel te weinig. En uh, over respect naar de tegenstander gesproken. Uh, Scheveningen, daar mag je respect voor hebben, maar uh, DVS is beter. Uh, wij zouden voetballend beter moeten zijn, en dat willen we zaterdag ook laten zien. Dat we dat, dat gaan we ook weer. Uh, Vanuit die gedachte gaan we ook naar Scheveningen. Want uh, dat kunnen we gewoon goed. Kijk, ga je mee in de strijd van Scheveningen of ga je mee in het spelletje wat we gaan spelen? Ja, dan, dan win je zo'n wedstrijd nooit. Wij moeten gewoon blijven voetballen. We moeten oplossingen bedenken binnen het veld aan de bal. Maar goed, je leert ook in dit soort wedstrijden dat je de bal ook niet hebt. En daar moeten wij nog een duidelijk stap in maken. Tot nog toe hebben we het uh, tegen de, de bovenste ploegen bijzonder goed gedaan. Ja, dat klopt. En, uh, we hebben er ook heel veel zin in om naar Scheveningen af te reizen om daar uh, te laten zien dat, uh, dat we echt goed kunnen voetballen. Uh, maar dat vertrouwen wat, wat ik door de week wel zie, dat moet je ook op zaterdag laten zien. Je moet gewoon lef hebben, je moet gewoon durven in het veld, durf elkaar in te spelen, durf door te bewegen. En dan komen we wel weer tot ons combinatiespel, wat we goed kunnen spelen. Zaterdag bivakmutsen op? Ik hoorde dat de vooruitzichten uh, vrij fripjes waren, dus het uh, wordt in ieder geval geen strandbezoekje. Nee. Nee, het wordt geen uh, strandbezoekje. En um, Hoe is het met uh, de blessures? Goh, dit wordt een hele lange trainingsvisie, uh, Piet. Nee, hoor. Uh, nou ja, goed. Uh, Jeroen en uh, Jordi zijn nog uh, uitgeschakeld, om het zo maar te zeggen. We hebben um, natuurlijk uh, Joran en Niels. Wat geruime tijd gaat uh, duren. En we missen nog de geschorste Maurice. Ja, hoe, uh, Maurice traint, uh, traint deze week uh, volop mee weer? Ja, dat neem ik aan van wel, ja. Oké, okay, fijn. Ja, ik, ik had mijn verleden week een paar keer gemist. Oh ja, ja nee, dat klopt. Maar Maurice heeft ook een baan en dat konden we nu mooi op deze manier uh, oplossen. Hij had een enkel blessure, dan zou ik wel mooi wat extra uren draaien. Hartstikke goed. Heel veel succes uh, zaterdag uh, Bert. Dankjewel.